WTL Advies is een ingenieursbureau voor tuin- en landschapsarchitectuur en omgevingsmanagement. En vanuit onze praktijk zien wij heel duidelijk dat groene kwaliteit aandacht vraagt in contractvormen. In de RW-systematiek zijn veel bruikbare handvatten geboden die we goed kunnen toepassen. Maar we zien ook een andere ontwikkeling, dat de contracten steeds integraler en complexer worden. En dat betekent dat we met elkaar moeten nadenken over hoe we onze groene contracten kunnen innoveren, anders kunnen aanvliegen. Om ook op lange termijn dit te kunnen borgen. Ik ga u niet vertellen wat wij doen als cyberadviseurs, maar waarom wij het doen. Dat vinden wij namelijk belangrijk. Wij hebben als doel openbare ruimte te creëren waar u en ik gelukkiger van worden. En organisaties te bouwen en te ontwikkelen waar het goed werken is voor vakmensen. Waar het goed werken is voor mensen die een steuntje kunnen gebruiken. En waar publiek geld goed wordt uitgegeven. Bent u nieuwsgierig geworden? Hopelijk gaan we elkaar zien. De overheid verlangt een participatiemaatschappij. Dat wil zeggen dat de buurtbewoner betrokken zijn bij hun woonomgeving. En dat is natuurlijk rechtvaardig. Speelplan vindt dat die zulke dingen moeten kunnen. Alleen op een goede manier. Beheren van openbare ruimte is een specialistisch werk. En die specialisme en die werkzaamheden moeten gewoon vertaald en overgedragen aan de buurtbewoner om dit te kunnen bereiken. Dus de bewoner hebben recht om te weten wat die van hun verlangd wordt. Beheer openbare ruimte heeft focus. De basiskaart grootschalige topografie komt eraan en moet in 2015 klaar zijn. De rol van de beheerder verandert richting een asset manager. Kortom, er verandert veel in de rol en het werk van de beheerder. En dit vraagt om goede tooling. GISIP is zo'n tool. GISIP is het asset management systeem wat kwaliteiten, risico's en al je assets in een optimale balans met elkaar afweegt. GISIP. Het asset management systeem voor de beheerder. GroenKeur is een keurmerk in de groene sector. Wij staan voor kwaliteit, service, garantie en sinds kort voor duurzaam inkopen. We hebben 4 bedrijfscertificaten, 1 voor tuinaanleg, tuinonderhoud, boomverzorging, groenvoorziening en dak- en gevelbegroening. Daarnaast hebben wij sinds kort het productcertificaat duurzaam inkopen. Dat voldoet aan alle criteria van duurzaam inkopen. Met GroenKeur in uw bestek weet u zeker dat uw project op een goede manier wordt uitgevoerd. U wil als gemeente een schone, hele veilige buitenruimte. Dit congres gaat over veranderingen. Vergrijzing, druk op budgetten, u kent dat wel. En dat vraagt van u dat u een goede balans weet te vinden tussen waarde, kosten en risico's. Onze adviseurs kunnen u daarbij uitstekend helpen om die balans op een goede manier te vinden, in kleine stappen en met het behoud van het goede. De passie van de T-groep is om het buiten mooier, gezonder en leefbaarder te maken. Die passie delen we samen met onze klanten. Om dat goed te doen, geloven wij in gedeelde kennis is kracht. Ons ideaal is dat wij, samen met onze klanten en onze partners, blijven leren. We werken steeds meer in netwerken. Nieuwe technologieën zijn daarvoor een enorme impuls. Aan T-groep werkt graag aan slimme tools om daarmee informatie steeds toegankelijker te maken. We verbinden daarmee kennis van burgers, professionals en bedrijven. De openbare ruimte is divers, heel divers. Je kunt niet alles weten. Op de website publicspaceinfo.nl vind je onafhankelijke informatie over leefomgeving, duurzaamheid en openbare ruimte. Op de website vind je voorbeelddocumenten, video's, links, foto's, gewoon gratis. 24 uur per dag, altijd online. Gewoon gratis. Geen spam, geen virussen, geen reclame die je niet wil. Gratis. Ons motto is alle kennis voor elkaar. Kies bewust. Niet alles hoeft en kan dezelfde kwaliteit hebben. Daarom zeggen wij, bespaar niet op onderhoud, maar op onderhoudskosten. Beheer moet betaalbaar blijven en daarom moet het roer om. Door een andere aanpak en inzet van participatie kunnen onderhoudskosten omlaag en blijft ruimtelijke kwaliteit behouden. Onze missie is dan ook, less is more. Durft u? Beheren is iets anders dan onderhouden.
Bij beheren kijken niet alleen naar de technische onderhoud van de openbare ruimte, maar met name naar de functie en de inrichting. Doordat de gebruiker hier centraal staat, hebben we de mogelijkheid om een eenvoudige manier invulling te kunnen geven aan de kanteling, de bezuinigingen en burgerparticipatie. Het belangrijkste is dat we weten hoe de gebruiker de openbare ruimte beleeft. Dit moeten we gaan managen. In het huidige ondernemersklimaat, waarin de marges steeds kleiner worden en het steeds meer aankomt op performance, is goede ICT voor iedere organisatie steeds belangrijker. TSD helpt organisaties die zich bezighouden met groen en groenbeheer om zo effectief en foutloos mogelijk te werken. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuw ontwikkelde Core-app, waarmee efficiënt en objectief bestekken kunnen worden geschouwd. De app draait op een smartphone of tablet en bevat standaard de nieuwe kwaliteitscatalogus openbare ruimte van het CROW. De applicatie is zo goed doordacht dat hij is genomineerd voor de Green Innovation Award 2014 en heeft daarmee ook een podiumplaats verdiend. De ontwikkeling en het gebruik van de openbare ruimte verandert in rap tempo. Verminderde financiële middelen, burgerinitiatieven en ambities van investeerders dwingen bestuurders tot keuzes over de positie en de rol van de lokale overheid. GrondMij ziet kansen om beheerorganisaties klaar te maken voor de uitdagingen van nu. Het op maat implementeren van de methodiek van asset management leidt tot krachtige organisaties en een professioneel beheer. Voorwaarde is wel de wil om te veranderen en met een andere mindset te kijken naar de uitdagingen van morgen.